Hey, dit is Steven van wetenschapschool.nl, hier een filmpje over verbranding. Brand kunnen we herkennen aan een aantal verbrandingsverschijnselen. Nou, die ken je als het goed is allemaal uit het dagelijks leven. Ten eerste, bij brand hebben we vlammen. En vlammen bestaan uit gloeiend gas. Dat zien we hier. Er is ook nog roet. Dat hebben we ook al in een eerder filmpje gezien. Dat wordt in de scheikunde ook wel koolstof genoemd. En dat ontstaat bij een gele vlam. Je ziet hier die roet. Die ontstaat op een stukje glas als we het in die vlam houden. Daarnaast hebben we ook nog rook. Dat zien we natuurlijk in deze foto. En dat bestaat uit vaste roetdeeltjes. Dat is dus een vaste stof. Maar die kleine vaste stukjes stof zijn zo licht dat ze in de lucht kunnen gaan vliegen. En daarnaast hebben we nog vonken. Dat zie je bijvoorbeeld als je flink in de kolen gaat blazen bij de barbecue. Dan springen er van die vonkjes uit die je hier ziet. En dit zijn gloeiende deeltjes die wegschieten van zo'n brandstof. En als laatste komt bij een verbranding natuurlijk ook nog warmte vrij. Dat spreekt voor zich. En het is belangrijk dat je al deze verbrandingverschijnselen goed uit je hoofd kent: vlammen, roet, rook, vonken en warmte. Nou, wanneer gaat een stof nou branden? Nou, een stof vliegt in brand als het aan drie voorwaarden voldoet: er moet een brandstof aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld een blok hout, iets wat kan branden. Er moet genoeg zuurstof aanwezig zijn, want verbranden is het reageren met zuurstof. En de temperatuur van de stof moet boven de zogenaamde ontbrandingstemperatuur komen. Hier samengevat in de zogenaamde verbrandingsdriehoek. We hebben brandstof nodig, we hebben zuurstof nodig en we hebben die ontbrandingstemperatuur nodig. Nou, misschien had je daarnaast ook verwacht dat het noodzakelijk zou zijn dat een brand wordt aangestoken. Maar gek genoeg is dit niet noodzakelijk. Als aan deze drie eisen wordt voldaan, dan vliegt een stof dus automatisch in brand. Zelfs als je niet een Lucifer erbij houdt. En dit is trouwens te zien op een demonstratiefilmpje op de website. Je hebt gewoon een stof in een oven die over wordt warm gemaakt. Als de ontbrandingstemperatuur bereikt wordt, bam, dan vliegt de stof in brand. Het is natuurlijk wel zo dat zo'n Lucifer kan helpen om die ontbrandingstemperatuur te bereiken. En dat is waarom we vaak een Lucifer gebruiken bij het aansteken. Omdat we dan hier makkelijk aan kunnen voldoen. De warmte van die vlam zorgt dat we de ontbrandingstemperatuur bereiken. Dus een lucifer kan wel degelijk nuttig zijn om voor een brand te zorgen, maar het is niet noodzakelijk. Het gaat om die ontbrandingstemperatuur. Nou, we kunnen hiermee ook begrijpen hoe we branden kunnen blussen. Dat doen we door één of meerdere van deze factoren weg te nemen. En daar gaan we nu een aantal voorbeelden van zien. Stel dat je bijvoorbeeld olijfolie in een koekenpan doet en dat het plots in brand vliegt. Dat gebeurt best wel vaak. Wat je in dat geval kan doen? In eerste instantie zou ik even het gas uitdraaien maar daarna zou ik een deksel op die pan plaatsen. Want als je een deksel erop doet, dan raakt op een gegeven moment de zuurstof in die pan op en dan gaat automatisch het vuur uit. Nog een voorbeeld. De brandweer gebruikt vaak water om een vuur te doven. Maar waarom helpt water eigenlijk? Water staat hier niet bij. Wat doet nou water waardoor het vuur uitgaat? Nou, water kan ervoor zorgen dat de brandstof afkoelt. Dus als bijvoorbeeld een houten huis in de fik staat, als je daar water overheen sproeit, dan gaat de temperatuur naar beneden en als de temperatuur onder de ontbrandingstemperatuur komt, dan gaat het vuur uit. En daarom is water dus nuttig. Een andere methode om een brand te blussen is met een CO2-brandblusser. Die staat ook in het scheikunde lokaal. En waarom werkt dit dan? Nou, de koolstofdioxide, dat is die CO2, die in die blusser zit en die er hier uitkomt, die duwt de zuurstof weg bij de brandstof. Er kan dus geen zuurstof meer bijkomen en als gevolg gaat de brand uit. En we eindigen zoals altijd nog even met de leerdoelen. Zorg dat je de verbrandingsverschijnselen kent: vlammen, roet, rook, vonken en warmte en dat je ook weet wat dat betekent. Zorg dat je kan redeneren met de drie voorwaarden die nodig zijn voor verbranding: een brandstof, zuurstof en de ontbrandingstemperatuur. En zorg dat je kan beredeneren hoe je een brand kan blussen door één of meerdere van de drie voorwaarden weg te nemen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Dank voor het luisteren. En ik zie je graag terug bij het volgende filmpje. En onthoud natuurlijk even je te abonneren op mijn kanaal. Tot ziens.